Tito heeft een nieuwe fiets gekregen. Hola. Tito, wat is opa? Toon, goed dat je kan fietsen, Tito. Zo, stuur vastnemen met de handjes. Niet het. Hij wil gewoon direct die Superman seat grab doen. Oh, ja, dat is het. Dat BMX talent zit en hij wil gewoon direct die Superman seat grab doen. Kom eens, Tito. We gaan eens tonen aan iedereen hoe goed hij kan fietsen, hè. Hij heeft al geoefend met deze fiets. Dat is een van mijn eerste loopfietsjes. Mijn allereerste, die zijn allemaal kapot. Maar dat was eentje die nog levend is gebleven. Ella. En dat is net iets te groot voor hem. Ga maar! Wow! Ja, dat werkt best wel goed. In mijn tijd hadden ze dat zelf niet. Zo'n lage fietsjes. Super klein. Super mooi. Het jammer is natuurlijk wel, hij heeft dit van de eerste keer kapot gebeten. Dus ja, we gaan hier waarschijnlijk echte grips moeten oppakken. BMX grips. Ja, was dat? Ik weet het niet, ik kan wel iets maken. Ik denk eerder koerslint of zo. Nou ja, ja. En ik heb dat zelf nog liggen. Dus ja, we kunnen het risico niet nemen dat hij dit allemaal gaat opeten. Dan gaan we er waarschijnlijk binnenkort gewoon aftrekken. Is het een goede fiets, Tito? Tito zegt ja, nee. Ik hoorde ja, 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 ja. Catalea is een klein beetje jaloers. En ze is een beetje boos. Nee, Tito? Ja, hè? Nee. Toch maar eens jouw stand, Tito. Het is veel te leuk om het kapot te maken. Ga maar fietsen. Dat is een beetje erover. Dit mag niet. Wat? Hoppakee, kijk eens aan. Lekker eten. We hebben kabeljauw, we hebben spinazie, we hebben patatjes. Allemaal biologisch, allemaal lekker. En wij gaan hier 100% van genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten. Of aan het eten zijn. Hoppa! We zijn ondertussen al een nieuwe dag. En kijk eens aan, het zonnetje is er lekker doorgekomen. Dus dat is fantastisch nieuws. Ik ga overmorgen richting Portugal. Dus daar gaat de zon ook sowieso schijnen. En Shirley is hier een meesterwerk aan het fabriceren. Dit moest even getoond worden. Ja. Het is waarschijnlijk iets functioneler dan dat het mooi is. Maar ik hoop dat het werkt. Yes, er zitten te veel muggen in onze kamer. En ja, die moeten gestopt worden. En we zijn voorlopig met gaas dat hier nog lag iets aan het maken. Yes, als jullie onze kamer willen zien. Kijk eens aan, het is echt freestyle, maar het is zo goed. Het is zo goed. Check dit. Hier kunnen we met iedereen slapen. Het gebeurt vaak dat Catalea 's nachts wakker wordt, dan komt ze bij ons liggen. Tito daar helemaal in de hoek. Shirley hier, ik hier. En ja, er is gewoon echt plek genoeg. En dat is wel de moeite, zeker als je een hernie hebt, gelijk mij. Dan heb je echt veel plek nodig. Dus dit is een bed van ja, bij 3 meter of zo breed. En in Portugal hebben we een bed van 2 meter breed. Hoppa. Oh. Kijk eens aan Tito. Hij wandelt al zo goed. Hij is hem hier aan het amuseren. Is het leuk? Ja. Hoppa. De camera is natuurlijk nieuw voor hem, want zoveel heb ik ook nog niet gevlogd met hem. Kijk eens. Kom. Heb eens! Wil je nog een snoepje? Allee. We gaan Catalea nog een snoepje geven. En dan denken jullie waarschijnlijk, waarom heeft je kleine kinderen snoep? Maar wij hebben 2 soorten snoep. Hè, Catalea? Welke wil je? De oranje
of de paarse? En dit is eigenlijk gewoon puur fruit, want eigenlijk is fruit snoep van de natuur. Hola! Het is ook duidelijk dat Tito een snoepje wil. Zullen we een oranje geven aan Tito? Papa? Dit is echt een aanrader, mensen. Zo van die abrikozen. Ik zou zeggen gedroogd, maar ze zijn ik weet niet hoe vetter. Maar ze zijn denk ik wel gedroogd. Lekker! Snoep. Mama ook een. Wil mama ook een? Ja, jij ook een. Kijk eens aan, wat een avond. Het zonnetje is daar. Lekker aan het ondergaan. Super mooi is dit. Geniet met ons mee, zou ik zeggen. De tafel staat hier, die is ondertussen al afgeruimd. Ik heb b-rolls vergeten nemen, maar mijn vader is ook langs geweest. En we hebben hier lekkere spaghetti gegeten met iedereen. Wow, yo. Check dit. Ik kan echt wel genieten van de zonsondergang, zeker na zo'n lelijke 2 weken. Het was echt wel slecht weer. Heel kut. En na regen komt zonneschijn. Fantastisch, overmorgen richting Portugal. Ik ga me al beginnen voorbereiden, dus ik ga hier ook gewoon de vlog afsluiten. Er gaat niet meer te veel gebeuren. Tito is daar lekker aan het wandelen. Tito, hola! Wat ga jij doen? Wat heb jij vast? Oh, je hebt een peer vast. Heb je die peer gevonden? Wow, yo. Wat slim. Wij hebben daar een perenboom. En ja, blijkbaar heeft hij een peertje te pakken. Lekker! Puur natuur. Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik ben de dag begonnen met een super lange fietstocht hier richting de Blaarmeersen. En ik heb hier een ochtendduik genomen met de zonsopgang. Kijk eens aan. Wow. Pure power. Ik kan je verzekeren, als je daar in dat water ligt, komt de zon zo tussen die twee bomen. Dat is zo genieten. Zoveel kracht zit er hier in. Als je dit regelmatig doet, dan ga je zoveel sterker worden. Ik ga straks richting Portugal. Ik wou me zo goed mogelijk voelen op het vliegtuig. En daarom neem ik nog een frisse duik voor wanneer ik de bus richting Charleroi neem. En daarna het vliegtuig richting Lissabon. Yo! Yes, we zijn terug op het landje. Het is hier snikheet. Het is hier ondertussen al 6 uur 's avonds. En kijk eens aan, de zon knalt hier nog binnen. Het is 30 graden of zo. Niet te doen, check. Er is hier superveel bijgegroeid. En het is allemaal heel door. Dus ja, we gaan binnenkort mogen snoeien. Ik ga de batterijen ook opladen van dat ding dat zo kan snoeien. Ik weet niet precies hoe dit heet. Nog veel werk, maar ik zie hier echt iets heel moois gebeuren in de toekomst. Woppa. De bedoeling is dus dat er hier aan dat huisje nog een dek komt. Overdekt. Nog een kantoor ernaast. Een schommel hier er nog bij. Noem maar op. Gewoon helemaal aankleden. Mooiere steentjes hier leggen. Een stukje gras, noem maar op. Maar dit is echt gewoon
allemaal gelegd om dat huis hier te komen brengen. Weinig mensen denken er waarschijnlijk bij na. Ik had er ook eerst niet bij nagedacht, maar je moet effectief zo'n weg trekken eerst en hem vol stenen leggen voor wanneer je dat huisje hier kan brengen. Dus op termijn gaan we hier een klein paadje leggen te voet. Dan nog een weggetje van met de auto. Dat hoeft niet zo breed te zijn. Hè. Het mag ook een beetje mooier met wat plantjes erbij en al. Maar dat komt allemaal goed. Ik ben kapot. Het was een chille vlucht. Want ik ben als laatste opgestapt. De truc bij Ryanair is op het laatste opstappen. En dan gewoon ergens gaan zitten waar je veel plek hebt. En ik zat echt op de zetels met extra beenruimte. En die mensen zeggen er achteraf ook gewoon niks meer van. Joe, kijk eens aan, lekker genieten. Ik ga hier chillen in de zon. En waarschijnlijk zie ik je niet morgen. Want morgen is het eerste wat ik ga doen naar de bank. En daar moet ik echt gewoon een handtekening gaan zetten. Ik ben een week naar hier gekomen om één handtekening te zetten. Dus dat is echt wel een handtekeningetje van 400 euro. Maar het moet gebeuren. Let's go. En we zijn natuurlijk ook een week op vakantie in Eritrea. Joe. Ik denk niet dat het nog veel mooier kan worden dan dit. Wow. Dit is 800 meter van onze deur. Eigenlijk een kilometer, want het is ongeveer 200 meter om ons land af te komen. Ik ging normaal naar een berg, maar dat is ongeveer 12 kilometer wandelen. 12 kilometer terug. Ik hoop dat we het morgen kunnen doen, want ik had uiteindelijk nog een call na de New York sessie. En dat was om 6 uur Belgische tijd, dus om 5 uur Portugese tijd. En ja, dat ging hem ook niet meer worden om daarna nog zo ver te gaan. Maar kijk eens aan, ik neem jullie mee naar de spot waar dat ik elke ochtend kom lopen als ik hier in Portugal ben. Kijk! Wow. Vaak staan er daar ook vissers. En dat is ook een skill dat ik sowieso ooit wil leren. Lekker visjes vangen en niet zo typisch sportvissen of zo. En dan die vissen eigenlijk gewoon verminken en teruggooien. Dat vind ik maar niks. Sorry aan alle vissers, iedereen zijn eigen hobby's. Maar ik vind het maar niks. Ik vind het veel nicer als je gewoon een lekker visje kan vangen. En dat daarna lekker kan opeten. Joe! Kijk, deze plek. Magic. Magisch noem ik het. Hier krijg ik kracht van. Als ik zo eventjes in België ben, dan kom ik terug naar hier. Wappa, ik kan niet wachten om hier echt vast te komen wonen met de familie. Check, deze plateau, wajo. Wij zijn hier nog nooit gekomen met de kinderen, want dat is best wel eng. Je moest dan echt, ja, het is al moeilijk om hier te geraken. Langs daar is het al een beetje makkelijker, maar nog steeds. Dit is echt een goede motivatie als je dik bent. Hier kan je niet geraken als je dik bent, dat gaat jou niet lukken. En als je er dan geraakt en staat hier, zakt dit misschien in. Dus ga sporten, ga bewegen en dan kan je ook van dit genieten. Hè? Een zak chips is lekker, maar dit is veel lekkerder. Veel lekkerder. Joe! Oh, check dit. Ik heb hier ook een keer een hele livestream gegeven op YouTube. Magic. Deze plek is krachtig. Zit vol magie. Oh, de zee is goed. We zouden eigenlijk kunnen zwemmen. Ik heb nu mijn zwembrief niet mee. Check. Gisteren was hij super wild. Het was onmogelijk om te zwemmen. Ik ging het toch proberen, maar de redder mocht niet. Maar nu is het hier gewoon chill. En daar zitten de surfers. Oh mannetjes. Wat een plek. Wat een plek. En we zijn nu echt wel bezig met de finale. Hè? De bedoeling is echt wel dat we hier... als het aan mij ligt, zo snel mogelijk, maar niks. Niks kan je rushen, hè. Niks mag je rushen. Hoppa, kijk eens aan. Hier kom ik elke ochtend staan. Jullie kennen waarschijnlijk de Instagram-stories wel, dat ik hier sta.
Oh my god. En dan kom ik van daar, hè. Dan loop ik daar een trap op, hop 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 hop, hak helemaal zo op, naar hier, ta-da-da-da-da-da-da, en dan ben ik hier. En dan voel je je echt zo'n beetje gelijk de Lion King. Kijk, daar zitten alle surfers. Kunnen jullie het zien? Ja, daar. Ja, daar is een mooie golf, een heel bekende golf. De São Lourenço Wave. Zelf in het museum hier in Ericeira is de golf benoemd en die hoort ook bij het officiële surfreservaat. Kijk. Yes! Lekker genieten, zou ik zeggen. Let's get it! Mochten jullie afvragen wat ik hier doe, ik luister hier gewoon een beetje muziek. Of ik luister een podcast en ik loop een beetje rondjes, ik geniet. Ik adem een beetje en dat is mijn stijl van mediteren, zeg maar. Soms ga ik gaan lopen met muziek en soms ook zonder. Want ik ben er ook bewust van dat de natuurlijke geluiden heel belangrijk zijn om jezelf te connecten. Check. Wauw. Dit is een kick om hier zo je voet op te zetten. Hier volledig op staan ga ik niet doen. Maar ja, dit is toch heerlijk. Oh. Dit is toch heerlijk. Daar de surfers lekker aan het gaan. Goed dat ik hier ook vroeg of laat alle equipment deftig heb liggen. Dat we deftig kunnen gaan surfen. Want ik ben hier nog vaak met mijn wavesup op het water gegaan. Maar die golven waren veel te hoog. En hier kan het ook veel rustiger zijn. En dan ben ik met een bodyboard begonnen, omdat heel veel maten van mij hier bodyboarden. En ik denk dat dit hetgeen is dat ik nog het meeste ga doen. Gewoon lekker bodyboarden. Je zou denken makkelijk, maar het is moeilijker dan je denkt. En het is nog enger om uit het water te komen. Je hebt van die zwemvlies nodig. Volle bak genieten. Volle bak genieten, nu doe ik dit. Oké, okay. Wow, Joe! Huh? Ik wou jullie de weg door de jungle tonen, maar deze weg is geen jungle meer. Normaal was die bamboe helemaal rond. Dan was dat hier zo'n soort van tunnel, maar misschien als we verder gaan, hebben we die tunnel terug. De zon is aan het ondergaan. Momenteel kunnen we de zon niet zien. Maar kijk, dit is ook een soort van hike. En tegelijkertijd ook een shortcut richting de supermarkt. Maar hier gaan waarschijnlijk de jungle beginnen. Ja, ze hebben echt goed hun best gedaan. Maar die dingen groeien ook gelijk zot. En dit is een geheime route. Check dit. Ja, normaal gaat dat echt zo en ook zo. En loop je hier echt in een tunnel. Het is dan net gelijk een andere wereld. Ik denk dat dit nog altijd vet is. Als jullie dit nu zien en binnen een paar maanden terug, dan gaan jullie waarschijnlijk zeggen van shit, what the hell. Kijk, en hier loopt er ook water. Hoppa. Joe. Als je hier woont, ben je altijd in conditie. Wat dat je ook doet, behalve als je vanuit je auto naar kantoor gaat en daar werkt en echt niks doet. Maar vanaf dat je hier iets moet doen, dan moet je echt klimmen. Hoppa! Klimmen, klimmen, klimmen. Nou, hier begint de jungle, check dit. Dat is hetgeen dat ik hoor doen. Normaal is dat hier overal zo. Check hoe vet. Damn. Als dit niet cool is. Hahaha. Het is net een andere wereld. Oh. Ik hoor de vogels hier ook helemaal wild gaan. Of het is misschien de wind. Oeh. Fantastisch, hè.
Check dit, mensen. Net een sprookje hier. Kijk. De trap naar boven. Oh shit. Huh? Oeh. Dat is hier misschien wel misgegaan. Ik herinner me dit niet. Dat dit zo sketchy was. We zullen wel zien. Ja, komt allemaal goed. Komt allemaal goed. En check, dit is hoe dat ze het water begeleiden. Zo komt het niet op het pad, maar gaat het vandaag zo verder. Heel simpel. Jeppela, ik ga naar de supermarkt en hopelijk, ja, hopelijk, we spotten sowieso de zonsondergang ook nog. Yo! Jeppela, we zijn terug thuis. En kijk eens aan wat wij aan het maken zijn. Dat is iets dat Shirley niet lust. En daarom maak ik het nu een keer. Scampi's en looksaus. Paprika courgette erbij. Echt gewoon 3/4 van een teentje look. En de pasta is aan het koken. En daarna kunnen we lekker eten. Joe! Het enige jammer is gewoon echt dat je hier gewoon de zonsondergang niet hebt. En moest ik hier de zonsondergang wel hebben, ging ik waarschijnlijk hetzelfde zeggen over de zonsopgang. Dus je kunt niet alles in je leven hebben. Heerlijk. Oh man. Ik voel me altijd zoveel anders als ik hier ben. De vorige keer dat we hier waren, was het echt al heel zwaar. We waren hier met een kinderwagen. 2 kinderen. Geen auto, geen fiets, gewoon niks. En dan moesten wij deze helling op. Dat was echt een geschifte workout. Dus volgende keer beter voorbereiden. En dan kunnen we lekker genieten. De was was echt gewoon een workout en een hele dag dat we daarvoor nodig hadden. Dus dat was echt heavy. Joe! Jepla, lekker koken en straks lekker genieten. Kijk eens aan, mensen. Wat? Ik toon het eventjes in het licht. Oh, als dit er niet lekker uitziet. Haha. Ik ga hier lekker van genieten. Ik vind het persoonlijk super leuk om goed te kunnen koken. Echt hoor. Dan kan je gewoon van die lekkere dingen klaarmaken. En dit gaat echt om de feeling. Echt waar. Dit is zo lekker. Dan kan ik jullie garanderen. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten. Of aan het eten zijn. Joe.